Een beetje anarchie. Dat is wel een kleurrijke man. Zeker. Ja. Dat Baudet ook trouwens. Ja, ook. Inderdaad. In de Kamer. Ze hebben de komen we zo nog wel even op. Ik wil even naar Joost Eertmans, minister Sorensen. Want die heeft vandaag gezegd, ik ben wel beschikbaar om de nieuwe leider te worden. Hij voelt zich daartoe geroepen. Ja. Is dat een goede keus als de partij daarvoor zou kiezen? Ik denk van wel. Joost heeft ervaring. Is ook een idealist. Hè. Die heeft destijds voor partij of plek 18 op de lijst van Fortuyn gestaan. Terwijl Fortuyn in de peiling toen nog op 6 stond. Dus dat was een hele bewuste keuze. De inhoudelijke keuze van een ja, hij was secretaris van de burgemeester, een CDA-lid. En heeft gezegd, nee, ik kies voor Fortuyn. Dus wat mij betreft is dat iemand die dus echt idealistisch is. Daarbij kent hij het klappen van de zweep. Hij heeft de ellende van de LPF meegemaakt. Hij weet hoe dat van binnenuit gaat. Hoe je dat misschien zou kunnen voorkomen. En hij heeft Leven Rotterdam 2 keer een flinke verkiezingsuitslag neergezet. Hè. Wij zijn weer verreweg de grootste in Rotterdam. Mede dankzij Joost. Ja, ja, en hij heeft wel ervaring bij de media. Want u zegt hij kan wel een flink aantal zetels halen voor Forum? Nou, dat is wishful thinking natuurlijk. Hè, want zegt, ja. Ik ben geloof ik de enige aan tafel die het heel vervelend vindt dat Forum in elkaar stort. Terwijl het toch een partij is waar we eerlijk zijn, die een miljoen stemmen hebben gehaald. Hè, en die 40.000 leden hebben. Dus, bij de Provinciale Statenverkiezingen, ja, heeft u dan over. Ja. Ja, en ik zou het toch wel verschrikkelijk vinden als dat gat, dat politieke gat weer ontstaat. Dus ik zou heel fijn vinden als Joost in staat is om dat gat weer te dichten. En de gelederen te dichten binnen het Forum, ja, van Democratie. Want Chris, jij zegt, ik vind het niet per se fijn als die partij instort. Althans, zo keek je net. Nee, ik ben helemaal niet bezig met of die partij instort. Ik bedoel, ik zou zeggen, mensen, dat is ook het punt van dat Hiddema is opgestapt. Ik ben daartegen, want er zijn mensen die ze het vertrouwen hebben gegeven aan Hiddema. Het lijkt me belangrijk dat hij die rit uitzit. Ja, tenzij dat fysiek niet kan of iets in die geest. Maar ik bedoel, mensen moeten vertegenwoordigd worden. En we hebben hier gewoon een groep mensen die aan de rechterkant van de VVD zitten. Nou, denk je dat Joost Eertmans dat goed zou kunnen, deze groep vertegenwoordigen? Ik weet niet precies waar die man staat. Ik vind het een beetje lastig, want hij zegt steeds van Fortuyn. En dan is Forum een soort vervolg op Fortuyn. En ik heb een hele andere. Wel een beetje in dezelfde hoek allemaal. Ja, maar dat is volgens mij, dat is nou precies volgens mij in Nederland het grote misverstand. Om te denken dat alles wat aan de rechterkant van de VVD zit, dat dat allemaal hetzelfde is. Ja, niet allemaal, want je hebt duidelijk extreme groepen. Dat hebben we nu wel gezien, maar daartussen zit. Nou, daar gaan we. Dus ik zou zeggen, dan zou ik heel graag willen weten waar meneer Eertmans zit. En volgens mij zit het gat. Dat heeft hij al duidelijk gezegd. Strategie. Staat achter Annabel natuurlijk. Dat heeft hij al. Dat heeft moet gelijk hij nog even twitteren. Tenzij dat het laatste nee, wacht uur. Even. Hij zei vandaag in één vandaag. Tenminste, die laatste brief, dat weet ik niet hoor. Maar daarvoor. Ja. Hij zei vandaag in één vandaag. Als dit moest echt stoppen, dit gedoe met de jongeren. En als dat niet was gebeurd, was ik opgestapt. Ja. Nou, dat is een mooi begin. Dan zou ik zeggen, dan is het heel makkelijk om te twitteren dat Annabel gelijk heeft. Dat het helemaal afgelopen moet zijn. Dat hij dus ook niet via een soort omweg Baudet alsnog de Kamer is. Ja, ja, we zitten, ik wil niet haakloven, maar ja. Eertmans was eigenlijk al akkoord van ik stap in het gat en ik wil leider worden van de partij. Op het moment dat Baudet eigenlijk nog vol meedeed. Hè? Ja, ja. Pas, hij sprong eigenlijk best wel vroeg. En Annabel die neemt maar, nu veel scherpe pas vanmiddag gedaan. Ja, nee, maar het goed. Gaat razendsnel. Ja. Ja, we houden er bijna niet bij.